Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. The truth. Yo boys and girls, welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan en vandaag gaan we weer een FIFA video knallen. Het is team of the season, dus het einde van FIFA eigenlijk. Deze video, we hebben de vorige video ook al community en Eredivisie, Team of the Season behandeld. Nu in deze video gaan we nog meer Community en Eredivisie Team of the Season behandelen. De volgende video behandelen wij de Premier League Team of the Season. Maar nu is het dus Eredivisie en Community Team of the Season dat we gaan behandelen. En in deze video, ik durf het niet te zeggen, we hebben heel wat Team of the Seasons gepakt in deze video. Zeker, het is zeker een moeite waard om te kijken, de video. En we hebben in totaal 2 keer dezelfde Team of the Season. Dus 3 eigenlijk. 4, 5, 6, 7. Wacht. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 8 Team of the Seasons gepakt. In een moment van tijd. Dus ja, let's go. Sowieso. Het is echt een leuke video. En ga zeker kijken. Waar we de vorige video geëindigd zijn, gaan we nu deze video beginnen. Ik heb gisteren dus op dit account de video gedaan, maar nu de tweede Team of the Season seizoenswissel uitdaging. Voor dus, een seizoenswissel. Dus ga ik die nu doen op dit account. En ja, waar we dus vorige video geëindigd zijn, vorige FIFA video geëindigd zijn, ga ik nu doen. We hebben hier nog altijd Team of the Season van, Community en Eredivisie. En nu gaan we dus naar SBC's, Squad Building Challenges. We gaan op zoek achter hier Team of the Season Challenge 2. Players van 7 League minimum 5. Dus ik zou gaan voor Serie A. Serie A. Plus minimum 4. Dus Di Maria. Die geeft me toch niks meer. Benacer. Tonali. Lookman. Hierin op Serie A. Oliveira. En Reisbeck heb ik hierin op Serie A. Oh, pak ik die kar op rijden. Ik moest het Dumfries hebben. Dumfries, centerback, Serie A. Umtiti. Ik heb al de rating, dus ik kan wel. Ik heb al de chemistry, dus ik kan gewoon Lafon mee pakken. En centerback. Oké. En dan heb ik ook de rating gehaald. En nu hebben we dus nog een extra pack. Allee, Lightning Stadium Team. Dus dat is ook kiki. Ja, waar we gisteren dus geëindigd zijn, 8 Premier League players pack. En er zit ook geen Team of the Season in. Ik denk al een Henderson, die een trade doet. Wel tradable. Mangala, Ordele Mangala. Ah, wel. Lalalala. I'm a Thunderdome baby, so now you can hear me.
Okay, this is Henderson, the goalkeeper, and Dane, Shannon. Okay, boys and girls, jullie horen het liedje Tropic Love op de achtergrond. Ja, het is lang geleden dat ik nog eens afgespeeld heb Tropic Love, maar ik heb dus echt Premier League spelerspakket. Ik heb wel 8 Premier League spelers, 3 zeldzame en 5 gewone. En ja, let's go. Het is geen walkout. Zie ik. Wat de fuck? Een dikke scheid. Hold on. Here I am. Nog steeds 10 seconden wachten en we hebben een live view pack. Hopelijk is het een walkoutje. Nee, dit is een borde. En ja, let's go. Oké, boys and girls, ik heb dus 5 potjes de Champions gespeeld. De Champions playoffs. En we krijgen hier een Sadio Mane. Lekker. Oké, boys and girls. Het is dus 7 uur op zondag. Maandag, wauw. Het is al maandag. Ik dacht dat het zondag was. Ja jongen, ik dacht dat het zondag was. Maar we moeten dus de intakespeerskeuze voor de XP gaan doen. Ons benen gaat erin. Al Nasser dus. Mauro Panos gaat erin. Jansson gaat erin. Ismaili gaat erin. Rechtsachter Kappa gaat erin. Bazoer gaat erin. Seiwald gaat erin. Moncayola. Gaat erin. Jota gaat erin. Nog Schotthaven zeggen ze ook. Stefanovic gaat erin. Calimero gaat erin. Oké. Okay. 1 van 3 spelers. Ja, ik ga voor Henderson gaan. Dat is toch degene dat ik ook niet dubbel heb. Schulze gaat erin. We hebben een doelstelling voltooid. En hier gaan we voor de 10 spelerspakket 85 plus. Dat is open op een team of season of 2. Kan er ook 5 team of seasons. 2 dat zijn we spelerspakket 81 plus. Dit is zelfs geen border in, dus 81, 82. En dit is een 82 Kramaric. What the fuck. En 81 Vegetarian. Maar nu komen de Big Boy 10 spelerspakket 85 plus. En daar zit in sowieso een Team of Season. Nederlands, centrum mid. Joey Veron, 88. Ik weet dat het er niet veel goeds achter.
Oh, we hebben het thema season nummer 4 in de club. Met Verratti, Pogba, Süle en Jorginho gaan we 85 plus maal 5 halen. Dus Verratti, Jorginho, Pogba en Süle. Brent gaat erin. Matip gaat erin. Jordi Alba gaat erin. Mendy gaat erin. Morales gaat erin. Die gaat erin en Lukaku gaat erin. Klant opgehouden speelsloket. Ik heb het dubbel al terug. Geen borde dus. Dat is geen walkout. In Haaland team of season. En nu nog een 83 graded squad. Dus een goalkeeper mag je 83 zijn. Unai Simon. De centerback mag ook 83 graded zijn. Romero en Autores. Linksachter. Dan ga ik Acuna inleveren. Waarschijnlijk toch terug direct. Trippier ga ik ook inleveren. CVM. Fernando. 83 David Silva. Spits. Osimhen. En Zapata. Al die heb. Zapata. Niks meer een Golovin. En niks meer een Baku. En hier hebben we ook de 85. Dus maar 5. Goudpakket. Zit niks in waarschijnlijk. En vijf spelerspakket 85 plus staat onze walkout te zien. En we zien een walkout. We zien Ederson uitlopen. Lekker. En Kroos met ik gewoon weg, want ik heb geen SBC waar ik hem vang. Yes. Ja, ik ga de picture laten openstaan. Ik ga de picture laten klaarstaan. Moet ik voor die 85 plus maal 10 gaan voor u? Sports to the game.
Nu gaan we eerst op het second account. En hier gaan we gewoon de daily login doen. Meer niet. Hier kijk ik niet om die XP. Want ik speel er niet vaak op, dus. Dit is eigenlijk gewoon het NPC-account. En Sven heeft ook aan mij gevraagd om op zijn account de daily login te doen en de 1 dag plus player pick. Plus de 85-01. Mijn moeder is mega, ja. Oké. Wat is de login? Yes, too much. Plan changed. Oké, 81 plus 200 golds. En daar zit in een walkout. Lekker, lekker. Sadio, nee. Oh, ik dacht zeker Sadio Mane, maar het is Mandy. Oh. Mandy en Onana. Oké, boys en girls, voor de dinsdag af te trappen. Het is een dinsdag. Dit is dinsdag. Voor de dinsdag af te trappen heb ik een player pick. En we krijgen eruit Savage 84. Lekker. Dus ja. We gaan nog een player pick doen. Hopelijk nu iets beter. Rechtsachter. Islijn leveren. Aanschuin leveren. Terrara in leveren. En De La Cruz in leveren. Dan kan ik nu overgaan op non-rares. Awang Heshan. Ivan Tony. Hopla, tweede player pick is ook klaar. En we krijgen... What the fuck? What the fuck? What the actually fuck? What the fuck, bro? Is dit me serieus? Fabian, Onana. Maar ik ga voor... Morata. Team of Season. Nummer 4. Is dit serieus? Ja, we hebben Team of Season nummer 4 in de club zitten. Let's go. Nou ja, we zien naar de Team of Season dat ik al gepakt heb. Dus kwaliteit. Team of the season. Ik heb dus Veerman, Morata. De Gea. Zo Wellington heb ik gedaan. Dus ik heb al 4 team seasons. En Bergwijn heb ik gepakt. Dus dat zijn 5 team of seasons dat ik heb.
in mijn club. Lekker boys, 15 seasons. Lekker. Oké, boys en girls, we hebben ook een 81 plus split pick. Ik wou niet 88 plus, maar 81 plus split pick. En wie gaan we pikken? We pikken Doeks team of the week en echt wel een goede team of the week. Like, what the fuck. Oké, boys en girls, het is 7 uur. Dat betekent, het is zelfs al half 8. Betekent deel nog in. Oh, Bello zit erin. Is ja, godverdomme man, we verliezen. Of, Eredivisie Team of Season upgrade. Ik ga het niet doen. Ik weet niet. Ik heb daar dus nog niet gepikt, eigenlijk zou ik hem moeten doen. Hè. Maar de kans dat ik er een dubbele uitpik is groot. Hè. Weet je wat ik kan gewoon doen? 84 rating moet lukken. Hè. Trent inleveren, centerback, wie moet ik dan inleveren? Sule. Waaraan? Unai Simon. Nee. LVV. Nee. Jorginho gaat erin. Kovacic gaat erin. En Ruben Neves gaat erin. Berardi gaat erin. Chiesa gaat erin. En in de Spita gaan we zetten Nunez. En nu hebben we nog de Team of Season Upgrade 3. Na Team of Season Attacking 3. 31 teamgeest. Speelt uit 1 club minimum 3. Neto. Liverpool. Moet een center bij.
Fred and Sam Show. Oh, this is good. Ik moet naar Engels gaan. Oké, boys and girls, ik heb de SBC dan de van de TMC's en dingen die kunnen doen. 1 van 2 zeldzame gouden spelers. Oké, dat een player pick of wat? In de vorm van een pack of wat? Oké. Pavlidis, lekker, TMC's nummer 5 gepikt. 90 rated Pavlidis. Pavlidis, Eredivisie, lekker. Twee zeldzame gouden spelers pakket, Intact Plus. Bordeaux. Bono. En Eredivisie tots. Oké, we pakken sowieso een tots. Nederlands, LVA. Een dubbele bergwijn. What the fuck. Dus 6 TMC een dubbele bergwijn. Ik moet er iets mee gaan doen. Oké, ik heb dubbele VU gedaan. 3 mil squad bergwijn. Die heb ik sowieso dubbel. Dus ja, ik heb dubbele VU gedaan. En ik heb dubbele VU's gedaan. En ik heb onze bergwijn terug. Oké, boys and girls. Wij zitten hier dus nog altijd op de dingen. Het is donderdag. Nee, woensdag. We zitten op het tweede account en we gaan hier dus de daily login doen. Die waren we gisteren vergeten.
Dus ja, hier hebben we ook de D-log in op gedaan. En hier zit de CMS season. We hebben één van twee 85 spelers kunnen. Oké, het pakken ook een team of season op Danilo. Lekker. Is het team of season op dit account? Nee, je krijgt gewoon een nul rijden uit. Ah ja, rijden maar. Lekker. Oké, boys and girls. Ik heb dus de tot de uitdaging 3 eindelijk kunnen voltooien na één dag. En ja, let's go. We hebben alles voltooid wat we in dat ding konden voltooien. En ja. Ik heb nog op mijn transferlijst een klode staan, moest niet verkopen. Dan steek ik die terug in mijn club. Maar dan gebruik ik die niet, omdat ik een untradable to glory heb eigenlijk. Eigenlijk heb ik die tradable gebruikt in de club. Twee spelspakketten zijn zacht, dus wat krijg ik eruit? Walkout sowieso. Italiaans, Spits, Ciro Immobile. Is dat tradable dat pakket? Nee zeker? Nee, dat pakket is niet tradable. Ciro. We hebben dus ook een preview pakket. Ja. Daar zit niks in, dat zit enkel een RVA. David Neres. Dus nu hoop ik dat mijn close niet verkoopt. Ik hoop dat hij niet verkoopt, maar dan zeg ik die gewoon in de. Oké, boys and girls. Ik moet spijtig genoeg afscheid nemen van Miroslav Klose. Maar dan heb ik wel 82k op de bank, dus ja, let's go. Ja. De daily login is uit, denk ik. Community team season upgrade. Ja. Let's go, die hebben we ook gedaan. Ik zie of er nieuwe dingen uit zijn. Nieuwe objectives. Er zijn echt nieuwe objectives uit. En nu hebben we hier nog een de twee deelzame spelerspakket. En hier zit in sowieso een borden. Weer al Ricardo Pereira. We gaan de community tots doen. Community Tots Challenge. Of Community Tots Upgrade. Community, team of season. Welke zouden we gekocht zijn?
En nu ga ik hier rond nog een team bouwen. Centerback mag nu een 84 graden zijn. Hopla, zo halen we het ook. Oké. Nu hebben we dus de community tools pakket. We krijgen er Engels, CVM. Rice, rice, baby! Dus dan is onze 1, 2, 3, 4, 5. Neemt hij de kruis? Nee, dat is gratis community. In totaal hebben we 7 team of seasons gepakt. Dus 2 keer de Bergwijn, 1 keer de Gea, 1 keer Veerman, 1 keer Morata, 1 keer Pavlidis en 1 keer Declan Rice. Rice, rice, baby. Waar is die? Onze Declan. Declan Rice. Lekker. Declan Rice gepakt. En nu zit het op mijn tweede account. Met dus FIFA 23 ook. Ik ga ook even de delen nog in doen. Ik hoop dat we iets goed uitpakken. En een team of season bijvoorbeeld. Jullie hebben ook een team of season opgepikt, zeker. Jullie hadden ook een team of season opgepikt, geloof ik. Ik denk dat we hier daar straks ook een team of the season opgepikt hebben. Moet ik eens even zien. Ja, 90 de Danilo. Dus 90 de Danilo. Community. Oké. Tot, nee, niet tot challenge. Hier een lekkere tots. Hopelijk krijg ik weer een totsken uit. En hier hebben we ook dus, ja. 81 plus 2 rare golds en hier zit gewoon een rare gold in. Dat is Sangare 81 rated. Dus 2 81's. Oh ja. 7,5k pakket. Dit doet ook niks in.
op naar morgen vroeg. Oké, boys and girls, we hebben een 85 plus maal 5. Wat denk je wat er gaan uitpikken? Ik hoop het niet moet zien. Ik hoop het. Je hebt er een musje uit gepikt, geloof ik. Oh ja, mijn geluid van mijn scherm zal gaan. Dat is kut. Nee, ik heb hem nog niet open gedaan. Klein toch wel de speelspakket. Let's go, wat gaan we krijgen? Sowieso een borden. Bouwman. Dat zou het zijn als ik met ze moet spekken, maar ik denk het niet dat ik dat ga pakken. 5 speelspakket, 85 plus. Ik hoop op een team of season, op een wedstrijd op een vierde team of season. En we krijgen gewoon waarschijnlijk een 85 CV. Marquinhos, 88. Oeh. Marquinhos, Rodri. Jordi Alba, Theo! Fucking Theo Hernandez. En Sommer. 2 walkouts en 3 85's. I will say, it's not decent voor wat ik betaald heb. Marquinhos gaat voor 25k. Rodri gaat voor 15k. Jordi Alba gaat voor 9k. Theo Hernandez gaat voor 13 ongeveer. En Zomer gaat voor 8k. What the fuck, wat een slechte pack, jongens. Oké, boys en girls, ik had een draft gestart. Maar ik ben spijtig genoeg in de tweede ronde uitgegaan door de servers van EA Sports. Die daar weer begonnen te kloten. Dus twee goudpakket en zilver premium pakket is het hoogste wat ik kan krijgen. Het zilver premium pakket eerst open doen. What the fuck, wat een scheidspakket. Rechtsachter. Osei Samuel. Osei Samuel. En Dongala. Heeft hij ooit niet in België gespeeld? En Dongala. De Wijs. Jordi De Wijs. Oké, zou het me lukken een walkout pakken en een goudpakket? Of een borden pakken, al in al sinds. Een borden! Lukt! Ruben Neves. Ah, what the fuck, G. Je dacht borden? Nou, dat dacht ik. Is het nog lukken een borden te pakken? Nee, een gewone non-rair. Wel, Buffon! De oudste doelman dat nog aan het spelen is. Lekker. Van 78. Oeh ja, die is over de 40 jaar. Die is 45 jaar. Die is 45. What the fuck, Buffon, je bent oud. Ik ben opa. En nog 50 minuten en we hebben de preview pack. Die gaan we openen om 7 uur. Nee, ik ga geen draft token gebruiken. Zeker niet dat de servers zo kut zijn. Wat ik wel ga doen is nog een keer. Als er iets. Als er een goeie. Ja. Zijn we opgefokt. Er zitten nog alleen maar voltrijders in, heb ik gezien. Zeldzaam spelers.
Okay. Fernando. Dan 81 dan. 81. Nog een rare hebben, CAM ga ik dan vaker. Als ik überhaupt een rare in heb, ja. Treo mag wel weg, of Sornoos of zoals. Dan heb ik een CVM, Rodriguez. 1, 2, 3, 4 rares. Gouden zeldzame. Inaki. Gouden gewone. Oké, boys en girls, het is een minuut na 7. En ik ho... Oh nee. Zijn de servers weer down? Nee, toch niet. Want vandaag waren de servers down. Vandaag 4 mei waren de servers de hele dag down. Dat is dan van 12 uur in de middag of zo. Tot 6 uur 's avonds. En nu raak ik FIFA in. Lekker, we gaan naar SBC'tjes. En er is niks bijgekomen van SBC's. EDV final. Gaan we niet doen. Maar geen matchups is ook weer XP of wat? Heb ik weer XP's? Oh, we krijgen gewoon dezelfde. Team of Season aanmelding nummer 1. Team of Season dagelijks aanmelding. We krijgen de Marky Duels. Marky Matchups. Ik had beter mijn coins bewaard willen, maar die matchups, maar ja. Na dit weekend kan ik ze wel doen, denk ik, de market matchups. Bronze, Pierce gaan we gewoon inleveren. En we hebben al één ding voltooid. Van doelstellingen. En we krijgen nu een zeldzame gouden speler 80 plus. Het is wel handig om altijd die team die speer te halen. Zeldzame speler 80 plus. Wat gaan we krijgen? 81 of 82 of 80. En we krijgen een 80 region. Decent. Voor de prijs. Twee zeldzame gouden spelers pakket 31 plus. Oké. Okay. Sowieso een borden. CM. Virginio 85. Lekker. Lekkere fodder. Maar nu gaan we. Ik ga eens zien. Ah ja. Hebben we nog een 10 minuten pakket of zo? Nee, waarschijnlijk niet. Nee. Preview pack. Nee, misschien dat die terug waren. Een preview pack en dan krijgen we Luc de Jong uit. Ja. We moeten 5 sterren in het spel typen. Ah, Premier League totsmomenten komt uit op 5 mei. Dus we moeten Premier League totsmomenten gaan doen. Premier League Premium SBC, Premium Upgrade SBC moeten we gaan doen. Die uitkomt op 8 mei. 6 mei krijgen we een Team of Season seizoensspecial uitdaging 4.
Dan maak ik de Wells SBC. Ik probeer dit weekend te completen. 8 keer winnen en speel 15 keer. Heb ik sowieso tegen maandag of dinsdag. Ja, er komt een heel leuk pakketje. Dus ja, let's go. Maar hierbij ga ik dus de video afsluiten voor deze keer. Volgende week komt een nieuwe FIFA video aan. Met deze Premier League. Premier League. Team of Season. En andere upgrades. Andere delen. Vergeet wat ik net zei over het einde van de FIFA video. Ik moet ook één... nog op één account zijn, en dat is op mijn alt-account, moet ik juist nog de login doen en hopen dat we daar een Team of Season pakken. Dat zou leuk zijn. Maar ik denk niet dat we dat gaan doen. Als ik hier überhaupt in de server geraak, ja, ik raak hier in de server. Ik ga de FIFA-video zo dadelijk, vandaag of... Vandaag 4 mei of morgen 5 mei editen. Ik denk dat ik de 5 mei ga editen, dan heb ik toch nog wat te doen op mijn vrijdag. Buiten bellen met Sven. Dat gaat pas vanaf 's middags zijn, denk ik, eerlijk gezegd. Dan heb ik toch nog de hele ochtend een edit werkje te doen. Dus ja. Wij gaan hier nu een bronzen inleveren, een bronzen speler. We gaan Divine van Tottenham Hotspur inleveren. En dan krijgen wij dus een 1 dag plus een gold placepack. En ik denk dat we hier ook een extra pack hebben. Ja, de 5 keer 85 plus placepack. Dan moet ik die video zo beetje terug gaan opnemen, die intro. Oké, okay, 1 plus 2 naar de gold. Krijgen we ook een borden uit. Ricardo Pereira. Wanneer is het niet Ricardo Pereira? Allebei folder voor wichtig keeperen. Om 83 credits. Gebruiken we niet als folder. 5x35 plus playerspec. Hier zit gewoon een walkoutje in. Een Duitser. Een centerback. Dat is Rüdiger. 87 credits. Misschien een team of season, dus ik moet niet de intro opnieuw opnemen. Dit was het zo'n beetje de video. Bedankt voor het kijken. Ik ga hier nog eventjes... als ik de outro ga doen, ga ik nog een TV pack doen. Dus ja. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie guys in de outro delen. En hier krijgen we dus Bouwman 83. Dus ja. Ik ga naar outro delen overschakelen. En dan zie ik jullie guys graag terug bij Outro Dylan. Oké, en daar zitten we dan bij de outro. FIFA video gehad. Echt wel leuk geweest voor deze FIFA video überhaupt online te krijgen. En überhaupt te kunnen maken met de dingen dat we hadden. Dus ja, smash dan zeker de like button als je dit een leuke en toch wel een toffe video vond. En dan zie ik jullie guys graag terug bij een nieuwe video. Dat gaat volgende week zijn. Volgende week is er weer zoals gebruikelijk een FIFA video online komen. En dan gaan we Premier League Team of the Season behandelen. Dat morgen op 5 mei online komt. Deze video komt iets later online dan de gebruikelijke FIFA video's. Ik maak deze video's ook op voorhand omdat ik toch wat content wil kunnen pushen bij het maken. Alleen bij het... Met mijn moeder zijn kan ik content pushen op YouTube en ja. Dus sorry dat het zo een beetje qua schema niet goed loopt. Wij kunnen vooral zeggen dat wij net ook wel goed bezig zijn met het editen en qua maken van video's. Ze zijn best wel goed bezig, dus ik ben er trots op. We zijn gewoon aan het knallen dit jaar. Sowieso sinds ik de MacBook heb en sinds ik de capture card heb. Kunnen overal gaan knallen. Kijk, zoals mijn moeder de video's knallen. Dus ja. Met dit
wil ik dus de video afsluiten. En zie ik jullie guys graag terug volgende week bij Premier League Team of Season video. Dus ja, let's fucking go.